Op het belastingparadijs wordt over het kapitaal van waarschijnlijk tientallen miljoenen geen vermogensbelasting geheven. Dat gebeurt alleen over het deel van het geld dat de prinses in haar woonplaats Londen uitgeeft. Als je als buitenlander tijdelijk in Engeland woont, dan kun je daar gebruik maken van een speciale status waarbij je geen belasting betaalt over buitenlandse inkomsten. En dan kun je dus ook gebruik maken van dit soort structuren. Als je dat vermogen onderbrengt in een belastingparadijs, dan kun je er dus voor zorgen dat je vermogen nergens wordt belast. He, in Nederland niet, in Engeland niet en ook op de Kanalenlanden niet. Dus op zich is dat een hele mooie structuur. Zelfs de man uit de belastingpraktijk die seminars geeft hoe de fiscus te ontduiken, vindt dat nu juist een prinses het zo niet moet willen. Als u bedoelt, wat vind ik van moreel opzicht, dan zou ik zeggen, op zich is belastingontwijking het goede recht van iedere burger, van iedere belastingbetaler. Ja, want ik denk dat belasting een gelegaliseerde vorm van roof is. En dus is belastingontwijking een hele legitieme vorm van zelfverdediging. Een vorm om je te onttrekken aan het onrecht dat de overheid probeert aan te doen. Maar prinses Christina is natuurlijk geen belastingbetaler. Hè? Niet per saldo. Per saldo leeft zij van belastinggeld. Zij heeft geld geërfd dat haar ouders hebben gekregen ten koste van de belastingbetaler. Dus in haar geval zou ik een uitzondering willen maken. Ik zou zeggen, in haar geval is de meest morele daad die ze kan stellen is het geld teruggeven aan de belastingbetaler.